De stichtingbureau Vereniging van Samaka Gezagsdragers, VSG, heeft de stand van zaken rond het grondenrechtenvraagstuk gisteren besproken met alle belanghebbenden. Dat gebeurde in een crew toegehouden te New Aurora. De organisatie heeft traditionele gezagdragers en bewoners van alle gebieden in het binnenland betrokken bij de crew toe. Hiervoor is er vervoer beschikbaar gesteld. Hugo Yabini, VSG-woordvoerder, zegt dat de crew bedoeld is om te komen tot een unanieme standpunt met de Vereniging van Dorpshoofden in Suriname, FITS. Hiermee kan deze kwestie beter via juridische wegen aangepakt worden. Wij hebben eigenlijk afgekeken bij de FITS om onszelf te organiseren. Dus vanaf dat moment is er eigenlijk, trekken we samen op. In alle opzichten proberen we elkaar te ondersteunen waar nodig. En zeker als het gaat om de conceptwet, daar werd regelmatig overleg gepleegd, zodat wij een unanieme standpunt innemen. Want op een gegeven moment hebben wij wel een samenkafonis van 2007 en de FITS Kalinia Lokone is in 2015 gekomen. Maar uiteindelijk zegt de overheid van wij willen geen wetten maken voor één groep, maar voor de samenkafonis alleen. We willen doen voor alle inheemse en tribale volken. Vandaar dat wij toch wat nodig vinden om samen dan bijeen te komen om als collectief op te treden voor onze rechten. Yabini geeft verder aan dat de wijze waarop de conceptwet nu wordt behandeld niet in goede aarde is gevallen bij de Maron-gemeenschappen. Dus we hebben dan ernaar gekeken en wij hadden geen principiële bezwaar voor die wet. Echter, de nieuwe van meneer Gayadin, waarin hij direct met amendement is gekomen, waarbij hij heeft aangegeven dat wij, na aanname van die wet, dat de Maron, de tribale volgende, eigenlijk een aanvraag moeten indienen voor het verkrijgen van hun grondrechten. Dat kan niet door onze beugel, want dat is helemaal in strijd met het vonnis. Wij hebben al rechten en die wet geeft ons rechten. En wat ze moeten doen, is dat gebied van ons gewoon demarkeren, in de wet demarcatie in behandelen. Maar zoals hij dat heeft geamandeerd, draagt onze goedkeuring. En sowieso, het is eigenlijk vooraf, bij voorbaat kunnen zeggen dat we dat totaal afwijzen. Want dat is gewoon stof voor de rechter. Daar heeft het geen zin om zoveel tijd in te stoppen voor die discussie, om iets te maken wat niet gaat werken. De VSG-woordvoerder meent dat er politiek gespeeld wordt met de kwestie in het parlement, omdat al in de eerste ronde van de behandeling wijzigingsvoorstellen worden aangekondigd.